Belgische schone. Even een tussenstop op weg naar huis. Sint-Hubrechtsliel. Chef heeft er lol in. Even de kelen oefenen. Tijd voor het avondeten. IJspret op de ijsbaan Den Valkenswaard. Dit is schaatsen met de camera in de hand. Tony Bots en Harry Belier gaan de baan nog een beetje bijvegen om kunstjes te kunnen uitvoeren. Ria Kersten en Tony Bots. Chef Renders en Marie en Rietje. Dat is Jan Belier, eindelijk zelf eens in beeld. Siemkes, Riet van Engelen, Riet en Jan Belier. Dit is een folkloristisch gebeuren op Oudjaarsdag. De schoolkinderen gaan langs de huizen en zingen een oudjaarslied en krijgen dan snoep en fruit toegestrooid. Dit is weer IJspret, maar dan met wat mooier weer. Dit is Piet Verburg, die nog niet zo heel vaak geschaatst heeft. Corrie van Engelen. Thank you.
Een broer van oom Frans Buskes wordt als missionaris uitgezwaaid vanuit Antwerpen op weg naar Congo. Dit is Maria de Waal bij oom Frans op de arm. Hier komt ze de trap op. Dit is de moeder van oom Frans Buskes. Daar zijn we nog even op bezoek geweest na afloop van het afscheid. Die was destijds ongeveer 90 jaar. De inzegening van het huwelijk van Karel van der Ven, een dienstvriend van Jan. De inzegening gebeurt door een broer van de bruid. Ja, er is dagenlang gewerkt om de tuin van Frans Groene helemaal in orde te krijgen voor het grote gebeuren ten bate van de harmonie. Daar werden alle mogelijke spelletjes gedaan en de opbrengst was geheel voor de harmonie.
Wim van Engelen was voor zijn nummer onder dienst bij de Korps de Gele Rijders in Arnhem. Op een mooie zondag zijn we daar naartoe geweest met zijn zusjes Corrie en Riek. Met een rondgang door Arnhem en omgeving. Dat was Burgers Dierenpark. Zoals je ziet is dit een kleurenfilm. Dat was onze eerste kleurenfilm in 1939. We mogen niet ontevreden zijn over de kleuren nu nog. Door het water van de bedriegertjes heen gefilmd. Met Jan, Henk van Engelen, Jos Schoenmakers, Adriaan Sinkes, Wim van Engelen zijn we 2 dagen in Luik geweest ten gelegenheid van de Expo de Loo. Dat was eind augustus 1939. We hoorden daar dat de Russen Polen waren binnengevallen. De mobilisatie stond voor de deur. Hier staan we in het centrum van Luik en we hebben een beetje dorst.